We begonnen aan een behoorlijk grote tafel, maar landbouwminister Piet Adema moet uitkijken dat hij daar niet steeds minder stoelen aan hoeft te zetten. Na de club van melkveehouders is ook boerenactiegroep Agractie uit de onderhandelingen van het landbouwakkoord gestapt. Na twee intensieve discussiedagen houdt voorman Bart Kemp die gesprekstafel in ieder geval voorlopig voor gezien. Te weinig handreikingen, zegt hij, vooral op het gebied van grondbeleid. Vanochtend is vooral de vraag, hoe nu verder? Dreigen er meer clubs op te stappen? Wat doet dit met de onderhandelingen voor het akkoord, die als het goed is begin april weer verder zouden gaan? Ik heb contact met Esther de Snow van het vakblad De Nieuwe Oogst. De Nieuwe Oogst moet ik zeggen. Mevrouw de Snow, goedemorgen. Ja, zeker. Inderdaad. Gisteren is Agractie weggelopen van de onderhandelingstafel. En om heel eerlijk te zijn was dat ook wel in de lijn der verwachting, werd dat ook al wel voorspeld. Maar de andere partijen, en dat zijn er 50 in totaal, die willen nog steeds door met dat landbouwakkoord. Zaten zij niet gewoon te wachten op een goed moment om eruit te stappen? Ja, dat wordt inderdaad zeker wel gesuggereerd. Dat hoor ik ook inderdaad. Daarom was inderdaad ook al wel voorspeld dat zij die woensdag of de donderdag gisteren dus zouden aangrijpen om er inderdaad ook uit te gaan. Gisteren was eigenlijk de eerste dag, de eerste twee dagen, zodat er ook daadwerkelijk inhoudelijk aan de hoofdtafel werd onderhandeld. Maar kennelijk werd dat Agractie al heel snel te heet onder de voeten. En zijn ze nu van tafel, voorlopig althans, zoals ze zelf zeggen, gestapt. En nu dus, hoor jij geluiden vanuit andere groepen dat die mogelijk ook de gesprekstafel willen verlaten? Nee, zeker niet. Wat ik al zei, er zijn in totaal zijn ze begonnen met 52 partijen vanuit inderdaad de voedsel- en ketenindustrie. Waaronder inderdaad dus ook de boerenpartijen. Bij LTO, NEJK, Biohuis, dat zijn de biologische boeren, en Agractie plaatsnamen namens de boeren aan de hoofdtafel. Zij zijn inderdaad zeker nog voornemens om door te gaan. Vooral omdat ze nog juist net waren begonnen eigenlijk aan die onderhandelingen, aan die inhoudelijke gesprekken. En die zijn in hun ogen nog niet uit onderhandeld en ook nog niet afgelopen. En dan tot slot nog even kort. Wanneer gaan die onderhandelingen verder? Volgende week wordt er weer verder gepraat. En nog steeds wordt vastgehouden aan het tijdspad dat eind april er een akkoord moet liggen. Dank voor de toelichting van het vakblad Nieuwe Oogst, Esther de Snow. Ja. Dat landbouwakkoord, dat is natuurlijk, of tenminste, dat wordt gezien als een heel belangrijke stap in de uitweg uit die stikstofcrisis. In hoeverre wordt er in Europa nou hier naar gekeken? Want hij is toch, die crisis is ontstaan vanuit Europese regelgeving. Nou, en vooral de Nederlandse implementatie daarvan. Hè? Europese regelgeving moet ook nog in nationale wetgeving worden omgezet. En dat hebben wij op een wel heel specifieke manier gedaan. Maar in heel Europa geldt, grond is voor een boer, of je nou uit Zweden komt of uit Spanje of uit Nederland, iets enorm gevoeligs. Dat is niet alleen je alles, dat is je bedrijf, maar dat is vaak ook je familiegeschiedenis. Dus ik snap wel dat het heel emotioneel is voor de sector. Aan de andere kant, je zult er toch samen uit moeten komen. We zijn een heel dichtbevolkt landje. Er gebeurt heel veel op elke vierkante centimeter. En dus is dat akkoord heel erg belangrijk. Ja. Wat vindt u er dan van dat Agractie besluit om dan uit die onderhandelingen te stappen? Ja, ze deden dat een beetje op een specifieke manier. In de zin van ze zijn daar uitgestapt nu. Nou, dat levert meteen weer allerlei aandacht van de media op. Maar ze zitten er nog wel vlakbij. En ze houden het met één oog nog heel goed in de gaten. Gelukkig maar, want dat betekent ook dat ze weer terug kunnen naar die tafel. Uiteindelijk moeten we hier samen uitkomen. Ja.